Hans, meer hou ik van u dan er één woord kan zeggen. Ja, goed. Dan ogen kunnen zien. Meer dan wat rijkdom heeft en lang wordt gezocht. We spelen een integrale versie van Shakespeare's King Lear. Schiedamse versie is het geworden Koning Lear. En in plaats van een koning hebben wij een directeur van een scheepswerf, Frans van Lier. Die zijn werf aan het verdelen is onder zijn dochters. En dat gaat natuurlijk helemaal mis, kan ik je zeggen. Han van der Horst heeft een hertaling gemaakt van het verhaal. En het is nu echt een Schiedams drama geworden. Waarbij we Shakespeare op de voet volgen. En het Schiedam van de jaren 30, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, daar schetsen we een beeld van, zeg maar. Wanneer gaat het plaatsvinden? 29 mei is de première en we eindigen op zondagmiddag om 3 juli. En als je alle datums wil weten, kijk op de posters in de stad. En onze Facebookpagina Knap Schiedam. We hebben een heuse website tegenwoordig, www.knapschiedam.nl. En mensen kunnen me mailen, schrijven, bellen. Maakt maar niet uit. We zijn er helemaal klaar voor. Waarom moeten de mensen komen, Bernard? Nou, omdat het een hilarische voorstelling is met eigenlijk alleen maar Schiedammers. Er zit een enkele import bij. Maar we hebben er ontzettend veel lol in. En het is niet het drama wat je van Shakespeare verwacht. Maar het is zeker ook geen kolderieke toestand. Het is gewoon een heerlijk gezellig avondje uit.